Deze beschouwing, die wordt heel leuk. Ik hoorde van iemand, die had het op het internet doorgegeven aan mij, dat hij mijn beschouwingen luisterde voordat hij ging slapen. Hij zei, dat vind ik lekker. Toen dacht ik, ja, daar zijn ze ook voor bedoeld. Dus als het nu overdag is, dan zou ik zeggen, bewaar hem voor vanavond. Dit wordt een hele leuke. Ik heb mijn tweede dag erop zitten in de gehandicaptenzorg. En deze keer was het lekker vroeg beginnen. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Dus ik had de wekker gezet om 6 uur. En nou, ben ik nog even blijven liggen. Toen een kopje thee gemaakt. Ontbijten, dat hoef ik niet zo. Koffie thee gemaakt. Half 7. Stond ik buiten. Half uurtje lopen naar Wim. Naar de Clio bij Wim. Wim Kruidentuin. En dan tuffen. En het was. Ik heb al eerder gewerkt, hè, dinsdag. Het was daar vlakbij. Steenworp afstand. En volgende week heb ik er een aantal diensten, ook allemaal daar in de buurt. Dus we hebben heel veel locaties. En deze locatie waar ik vandaag was, daar wonen 12 mensen. En die slapen op de eerste verdieping. En dan daar beneden heb je 2 woonkamers. Met tv. En dan in de kleine woonkamer heb je dan ook nog 2 tafels en dan kan je eten. Ja. En een keukenblok en alles. Oh, netjes verzorgd. Een leuke tuin hebben ze met kippen. Ja, het was weer geweldig lekker weer. Nou, ik was er prima op tijd. 7:50. En die man die opende, die keek zo mee. Ja, ik ben van het huishoudelijk werk. Ik ben nieuw. Oh, zei die, kom maar binnen. Ja, die heeft me mooi op weg geholpen. En hij zou de hele dag daar verder blijven. Dus ik kon ook, dat was ik zo. En ik kon van alles aan hem vragen. Was wel prettig. Hoefde niet veel te weten hoor, maar. Maar zo van die kleine dingetjes. Ik had een theedoek nodig. Ah, die lag niet in mijn schoonmaakhok. Die lagen dus ergens anders. En ook daar, net als afgelopen dinsdag, was zo'n schemaatje klaar van dit, dat en zus en zo. En ik was gevraagd voor 4,5 uur. En ik had het in 4,5 uur klaar. Ja. Terwijl op die eerste klus had ik een klus van 4 uur en dat heeft mij 4,5 uur gekost. En toen ik wegging uiteindelijk dacht ik van, oh flippen. Toen was ik al weg, dacht ik, oh ik ben nog iets vergeten ook. Maar de eerste keer heb ik daar een beetje onhandig dingen gedaan. Dat doe ik nu, dat doe ik de volgende keer, doe ik dat slimmer. Ja, dat is de nieuwigheid. Dus ik heb dat nog nooit van mijn leven gedaan, joh. Ja, ik heb wel schoongemaakt in mijn leven. Dat was ook waarmee ik binnenkwam. Dat ik tegen die instantie had gezegd, ja, moet je luisteren, ik heb 10 jaar lang de huishouding gedaan voor een gezin. Ja, die partner van mij, de moeder van mijn kind, die, ja. Maar nee, het kwam erop neer, zij deed niks in huis. Dus ik had de keuze of mijn kind laten opgroeien in een varkensstal of zelf maar schoon gaan maken, terwijl je een fulltime baan hebt. Maar trouwens, ik heb nooit, als ik zelfstandig ook woonde of zo, ik heb altijd geholpen met schoonmaken of zelf schoongemaakt. Voor mezelf dan. Hè? Maar nu dus ook voor een gezin, 10 jaar lang. Ging mij prima af. Nou, nu mijn tweede werkdag erop.
In de gehandicaptenzorg. Maar dan moet je wel, ja, dat is toch een graadje anders. Al is het alleen maar dat je echt wel moet aanpoten. Er moet een hoop gebeuren. Ja, vind je het gek? Allemaal verschillende dingen die je moet doen. Overal rekening mee houden. En je moet een beetje, ja. Die dweildingen, dat snap ik nou. Maar dan moest ik bijvoorbeeld aan die jongen vragen. Van, goh, die telescoopstang van die dweilstok. Zo'n dweilding, zo'n stok met aan de onderkant zo'n plat ding. En daar zit dan van het klittenband. En die leg je dan bovenop zo'n dweil. Die heeft ook klittenband. En dan zit het aan elkaar vast. Je kent het denk ik wel. Maar die stok, dat is een telescoopding, man. Ja, zei, die moet je draaien. Oeh. Ik zal het te friemelen. Dat krijg je nou van elkaar, man. Ja, lekker bezig geweest. En daar was ik ongeveer een uurtje bezig. En toen ik was in een halletje bezig. Daar ging de deur van het halletje ging open. Toen kwam er een man naar binnen. Een jaar of 30 of zo. En die deed gelijk zo een hand voor de helft van zijn hoofd. Zo van, oh, ik zie je niet, ik zie je niet. En jij ziet mij ook niet. En, En die liep dan zo heel schichtig langs mij heen. Ja, die man was helemaal kapot geschrokken. En dat was dan een van de bewoners. Later werd me uitgelegd dat ze, normaal gesproken, gaan ze naar de dagbesteding. En zelfs een kleine club die gaat daadwerkelijk werken. Die kunnen dan eenvoudige dingetjes doen. Dus dit was een veel hoger niveau dan afgelopen dinsdag. Want die mensen kunnen echt helemaal niks. Echt helemaal niks. Die kunnen niet eens lopen. Kunnen niet praten. Deze mensen kunnen zelf een boterham smeren. Nou, die vorige groep, niemand hoor. Die kunnen we bijvoorbeeld ook geen tanden poetsen, wou ik zeggen. Dat kunnen ze dus ook niet. Die andere groep dan, hè, van vorige week, afgelopen dinsdag. En deze, ja, dat is wel weer wat grappig. Oh ja, normaal gesproken gingen ze dan dus overdag weg. En dan, als je dan huishoudelijke hulp, dingen waar was. Nou, dan was het gewoon heel rustig. Had je lekker de ruimte. En nu waren zij er dus. Maar ja, je begint om 7:30. Dus dat eerste, ja, eerste uur of zo. Dan ben je lekker alleen. Dan slapen ze nog. En dan druppelt de eerste een keer naar beneden. Ah, dat is wel een grappige vent. Wat zei ik nou? Ik zei zoiets tegen hem van. Ik zei zo, goeiemorgen of zo. Die man die dus zo'n hand voor zijn gezicht hield. Hè? Van, ik zie jou niet. Hè? En ik zei dus toch goeiemorgen tegen hem. En hij gelijk eroverheen. Volgens mij moet je zeggen goedenavond. Ik zeg nou, als het maar goed is. Wat maakt mij het uit? Ik zeg, goeie avond, vind ik ook goed. Toen liep hij weg. Even later zat hij in de woonkamer. En toen kwam er een hele vrolijke collega van die man die mij de deur had opengedaan, kwam erbij. Hij had een beetje een moeilijke voornaam. Iets van, ja, een buitenlandse naam in elk geval. Niet Hassan of zo. Een beetje een moeilijke buitenlandse naam. Hele aardige vent. Heel vrolijk. En die zat met hem een beetje te geinen. Die schichtige man, die was in de woonkamer gaan zitten. Met die schichtige man zat hij een beetje te geinen. En tegen die schichtige man gezegd van, heb je wel vriendelijk die nieuwe meneer een handje gegeven en jezelf voorgesteld? Nou, natuurlijk niet, maar ik liet het maar een beetje gaan. En toen vroeg hij mij van, hoe heet je dan? Van voren en van achteren.
Ja, ik heet Perry. Ja, hier. En van achteren. Ja, Perry Winkel. Ah ja, Perry Winkel. Ja, ja. Ik zei, ja, en hoe heet jij dan? Dat zeg ik niet. Ik zei, nou, dat is een goed idee. Tegenwoordig in deze tijden, hè, je kan niet voorzichtig genoeg zijn. En die begeleider, die moest gelijk lachen. Ja, ja. Die vond dat wel een goede opmerking. Ja, wat best wel leuk werken. En, toen kwam even later, die begeleider was weg. Toen kwam er een vrouw naar beneden. En ik was dan verder in de kleine woonkamer. Ja, best een grote woonkamer met die tafels waar je ook kan eten. Maar dat heet dan de kleine woonkamer. Hij zal wel wat kleiner zijn, weet ik veel. En daar had ik al de stoelen en zo afgenomen. Zo van de Sky meubilair hebben ze. Dat makkelijk schoon te houden. Had ik met een vochtig doekje even ja, wat kruimeltjes. En dat had ik helemaal niet meer nagedacht. In een van die stoelen lag dus een kussentje. En dat kussentje had ik in een andere stoel gelegd. En er niet om gedacht om het kussentje terug te leggen. Nou, gewoon niet. En ik was verder gegaan met schoonmaken. En inmiddels had ik al die andere stoelen ook schoongemaakt. En ik had de vloer gewist. Dat moet je eerst doen, wissen. Voor de stofdingen en dingen en kruimeltjes en zo. Met zo'n ding van die lange dreadlocks eraan. En dan met een vochtige dweil. Met laminaatreiniger. Nou, ik had het allemaal zo'n beetje klaar. Toen kon ik beginnen aan de plek waar die keukentafel stond. En dan had ik dan één keukentafel. Daar was ik al mee klaar. Dan had ik de stoelen ook weer teruggezet. En ik was met die tweede tafel bezig. De helft van de stoelen stond al buiten. En dan kan je een beetje onder die tafel een beetje wissen en moppen en zo. Hè. Komt er een dame naar binnen. En die wordt me een partijtje boos, jongen. Zo de knetter. Want het was haar kussentje dat in die ene stoel lag. En dat lag dus nu in die stoel waarin dat andere kussentje ook lag. Namelijk dat kussentje met Vitesse. Een Vitesse kussentje, dat is de voetbalclub van Arnhem. Dat weet iedereen wel, denk ik. En aan het Vitesse kussentje was ik verder niet gekomen. Want dat stond rechtop en ja, ik was die zitting aan het afnemen. En ja. Maar dat kussentje van haar lag dus plat op de zitting. En daarom had ik dat kussentje opzij gelegd. Boos dat ze was, joh. Zo. En toen kwam ze naar het deel toe waar er gegeten kan worden. Nou, daar was het helemaal leien in last. Want daar was dus ook een stoel met een kussentje erop. En het kussentje had ik dus op een andere stoel gelegd of zo. Nee, oh. Nou. En nog bij de pinken genoeg, hè, om dat tegen mij te zeggen. Dan moet je goed luisteren. Ik zeg dit één keer, ja. En het is wel de bedoeling dat ik het nou goed in je oren knoopt. Echt, ik kon perfect praten. Maar ja, kijk, op het gebied van sociale vaardigheid valt er nog een verbeterpuntje bij het volgende evaluatiegesprek. Wauw. Maar ze was niet agressief of zo hoor, niet dat ze me aanvloog. Maar. Want trouwens, ik ben gewapend, want ik heb zo'n grote, zo'n stang, zo'n telescoopstang met een mop. Hè. Ik kan er wel op een afstandje houden. Het was een oudere vrouw. Ik denk een jaartje of 5, zo jonger dan ik of zo. Ergens in de 50, denk ik. En ik kwam die begeleider, die kwam weer terug. Die was wat wezen doen daarboven. En die merkte dus dat ze hartstikke tat was. Die begon er even aan te spreken. Ze zei, ja, dat doen we niet zo, hè. Oh, maar die kussentjes en ja, zei hij, maar heb je toch gezegd? Nou, één keertje zeggen is genoeg, hè. Nou, moet je mond houden, hoor. En dat is de eerste dag. Ja, toen hield ze wel de mond.
Ja, vond ik wel grappig hoor. En dan liep ik die andere kamer in, de grote woonkamer. En daar was ook iemand van boven naar beneden gekomen. Eentje die praatte, jongen. Jeetje, dat ging in één stuk door. En die was ook heel geïnteresseerd in mij. Hè? Van, wat doet die hier? Hè? Wat doet die hier? En die begeleider die daar zat, dat was die vent die me 's morgens had binnengelaten. Een heel rustig typeje is dat ook. Die, zat, die deed iets met planning en zo. En die was met zijn e-mail bezig. En was met die schemaatjes aan het opzetten. En zij zat ook bij hem aan de grote tafel. Kakel de kakel. En dan die richt, en ze richtte het woord op mij. Maar ik kon er echt niks van verstaan. Hè? En hij die zei, die begeleider tegen mij. Ja, ze vraagt aan jou hoe oud of dat je bent. Nou, ik dacht dat ze wilden weten hoe ik heette. Ik zei, nou, ik heet Perry. Maar dan kwam diezelfde klanken kwamen eruit. Ik dacht, ja. Ik zei, Perry. Ze zei, nee, zei die. Ze vraagt hoe oud je bent. Oh. Ik zei, nou, ik ben 59. Ik ben 59 en hartstikke blij. Toen moest die begeleider ook helemaal lachen. Ja, bij die twee zit ik geramd. Ga ik daar de historie in als de blije, vrolijke, huishoudelijk dienstondersteuner medewerker. En voor de rest een beetje hetzelfde werk als bij die eerste plek. Dus, daar moest ik ook allemaal dweilen, wissen, en sanitair schoonmaken, toilet schoonmaken en zo. Daar was ik daarboven bezig, was bijna klaar. En daarboven zijn ook twee douchegelegenheden. Nee, daar beneden is ook een badgelegenheid met douche. Die had ik al schoongemaakt. Niet dat het heel vies is of zo, hoor, maar toch even, ja, gewoon bijhouden. Ja, dan moest ik daarboven nog toiletten en twee douches schoonmaken. En ik was bezig bij een van die toiletten en dan hoor ik zo'n stem achter mij. Ik moet poepen, ik moet poepen. En ik keek niet op of om, ik was op de vloer bezig om die vloer even schoon te maken. En er lag allemaal stof en dingen. Dus, ik van, ik wil niet mopperen of zo op mijn collega schoonmakers of zo, maar ik kon zien dat die vloer, dat was zo. Dat deed ze dus niet iedere keer. En ik doe dat wel als ik hier mijn toilet schoonmaak, in mijn eigen flatje, neem ik altijd de vloer even mee. Ik wil die vloer even aan het schoonmaken. Echt wel stofnetjes, hoor. Ja, ja. Gewoon die spinrachtjes, hè. Aan de achterkant van de pot. Ja. En ik was die vloer aan het doen en ik riep zo naar achter van... Ja, ik ben bijna klaar en dan kan je erbij. Ja. Er was nog een toilet, wist ik ook. Maar ze wilde per se naar het ene toilet, natuurlijk. Dat is wel interessant, hè, dat iemand er bezig is, hè. Dan ga je juist erachter staan en dan roep je... Ik moet poepen. Dus was ik klaar... En ik ging opstaan en ik draai me om. Stond er dus een vrouw, ook niet meer zo piep. In de Eva-kostuum. Ik zeg, ga je gang. En nu was ik degene die als het ware zo een hand voor zijn gezicht kon doen. Van, dit zie ik niet. We zijn naar het toilet toe. Ik denk, laat me gaan. Hè. En toen hoorde ik haar op het toilet, hoorde ik haar roepen. Nog, hè? En ik denk van, dat mag ik ook helemaal niet doen. Ik ben van de ondersteunende dienst en zo. En ik moest toch naar beneden, want ik had wel wat vuilniszakjes. Dus ik loop naar beneden toe en ik spreek een van die begeleiders. En ik zeg, daarboven, er roept iemand om hulp. Ja, zei hij, dat weet ik, dat is, noemde die een of andere naam. Want dit is die en die, dat klopt. En die roept in de trant van, die roept altijd maar wat. Zei, en ze loopt in de blote bibs. Oh, zei hij. Woeps, en dan was hij naar boven. Ja. En nog een minuut later of zo, was hij alweer naar beneden. En ik weer naar boven om verder af te maken. Toen was ze al half aangekleed. Ja, dat soort dingen maak je ermee. Hè. En dan die ene die dus van mij wilde weten hoe oud ik was. Nou, joh.
Elke keer als ik hier aankwam, hè, zei ik, was tv gaan kijken. Oh ja, met de koptelefoon op. Zonder de koptelefoon in de tv te steken. Hè? Nee, gewoon de koptelefoon. Ik doe de koptelefoon op. Ze zijn wel koddig, hè? Volwassen mensen. Ik ga tv kijken met de koptelefoon. Als ik hier aan terugdenk. Kijk, die vrouw is niet helemaal knijs natuurlijk. Maar dan kijk je naar de tv. Maar dan denk je, ja, die mensen daar die zijn ook niet helemaal knijs. Nee. En dan denk ik, die vrouw die met de koptelefoon op gaat zitten, waar hem niet eens indrukt, weet je, niet eens aansluit. Ja, dan moet ik er nog om lachen. Die tv ben ik er hooguit een beetje saai. Met zo'n praatprogramma met zo'n man in een pak. En dan, die heeft dan geen stropdas, maar zo'n open bordje. En, maar wel zo'n pak, wat dan dat kostte tegenwoordig €1200 of zo. Met zo'n tandartsrekening van €1500 per jaar, je kent dat wel. En dan zo'n vrouw die dan ook dan erbij zit en die heeft dan, van die, ja, je kent het toch wel, van die types. Ik snap dat vrouwen er in het algemeen mooier en aantrekkelijker uitzien dan de gemiddelde man. Maar ze hebben dan altijd van die types daar dat je denkt van jeetje, ja, van die halve fotomodellen. En dan bekruipt me altijd zo'n gevoel bij zo'n vrouw van ja, zit je er nabij omdat je zo verschrikkelijk goed kan presenteren en vragen stellen en interviewen? Of zit je erbij omdat je in de bed geweest bent met de producent? Dat kruipt dan toch door mijn hoofd heen, hè? Nee, dat doen mij die bewoners dan maar. Daar heb ik helemaal geen vragen bij. Hartstikke aardige mensen, man. En ook die vrouw die me helemaal verrot schold over die kussentjes. Ja, dat zakt wel weer, hoor. En zij heeft natuurlijk een punt. Wat is dat nou? Ja. De volgende keer zal ik erop letten, hoor. Want ja. Ja, het zijn haar kussentjes. Je moet bij mij ook niet aan mijn spullen komen. Hè? Vind ik ook niet leuk. Ja, dat was super, super geinig. En dat was ook met die kussentjes, hè? Dat als ze helemaal uit de plaat gingen en zo. En toen dacht ik terug aan die periode in dat huwelijk met die ega van mij, die dus niet wilde schoonmaken. En dat ik dan wel ging schoonmaken. En dat ze daar ook een hele grote woede, dat kon ergens een woedeaanvallen kreeg ze. Als het dan niet goed was naar haar mening, hè? Zeg maar dat de kussentjes niet meer in de goede stoel lagen. Oh man. We hadden een werkster een tijdje gehad. Nou ja, dat scheelde mij een hele hoop werk natuurlijk. Maar met die werkster ben ik gestopt. Want het werk van die werkster, dat was helemaal het doelwit van haar gekanker. Hè? En toen werd ik er ontzettend, ja, ik werd er gefrustreerd van en boos. Wat is het nou, hè? Je maakt niet schoon in huis. En dan heb ik iemand anders bereid gevonden om te helpen met het schoonmaken van het huis. Weliswaar tegen een vergoeding, maar niet à la €50 per uur of zo. En die persoon was altijd hartstikke op tijd. Echt 9:10, terwijl ze om 9 pas begon. En ging pas om 11:55, 12:50 ging ze weg. Ze ging rustig om 12:00 nog eventjes het laatste. Ik doe nog even wat afwas. Dat ik zei, ja joh, dat doe ik zelf wel. Ze zei, nee, laat me nou maar even. Dan is het lekker klaar. En dan ga ik, dan ging ze gewoon wat later weg. En daar dan op kankeren. Wauw. Dan bracht ik dat bij de relatietherapeut ter sprake. En de relatietherapeut die legde de bewijzen, het beschuldigende vinger naar mij. Ja, dan moet je ook maar meer rekening houden met je partner. Dat ze, ja, dat ze dan wel tevreden is over het schoonmaakwerk. Dat zei die therapeut, hè? Oh, een lul van een vent, man. Maar zoals vandaag, hè, dat die vrouw dan helemaal uit de plaat ging over die kussentjes die dan in de andere stoel lagen.
Dan denk ik, verhip. De moeder van mijn kind. Ja, hè? Maar die hoort daar. Dat is haar denkniveau. Ineen viel er een heel groot kwartje. Kaboom. Ja, die hoort helemaal niet in de maatschappij. Net zo min als die vrouw. De ega van mijn kind. Hè? Die hoort er niet in thuis. De mens is gek. Die is net zo gek als die vrouw. Alleen ik had thuis geen begeleider. Die tegen haar zei van... Hé, één keertje zeggen is genoeg. En nou moet je je mond houden. En doe eens even aardig tegen de nieuwe meneer. Hè? Ik had geen autoriteit. Ik had alleen die relatietherapeut die... Als ik dan zei, nou, ze hebben weer eens een scheldpartij. Dat hij dan tegen mij zei, ja, wie denk je dat het ligt? Hé? Wie wordt eruit gescholden? Nou, jij toch? Nou, dan heb jij wat fout gedaan. Heb je die therapeut, jongen? Dus bij deze even, dan had hij lekker van slapen gaan. Maar pas op, een relatietherapeut. Want voor hetzelfde geld staan ze aan de kant van de vijand. Nou, als die begeleider vanmorgen binnen was gekomen en hij had die scheldpartij gehoord en hij had mij even apart genomen en tegen mij gezegd, moet je luisteren jongens, zo gaan we hier niet om met de spullen van de mensen. Heb je dat goed begrepen? Ja. En dat hij vervolgens zegt, nou, ik ga dit eventjes doorgeven aan de instantie. Wie is jouw directe begeleider? En ik ga even doorgeven dat jij dus het kussentje van die vrouw, dat heb jij dus even opzij gelegd. Hè? Ja, dit soort dingen tolereren wij niet, ja. Ik zeg het nu één keer, ik zal het dadelijk nog een keer zeggen. En je blijft er recht op terugkomen. En het is jammer dat ik het gedaan heb hoor, want je hebt het dus wel verpest. Hè? Je hebt maar één keer de kans om een eerste indruk te maken. Heb je dat goed begrepen? En we hadden toch echt verwacht van... Snap je, als ik zo'n preek had gekregen, dan had ik gedacht van oh. En dan had ik, dan was ik gestopt daar. Maar natuurlijk krijg je dat niet. Natuurlijk niet. En die jongen heeft ook helemaal niet tegen mij gezegd van... je moet je er niks van aantrekken hoor. Nee, natuurlijk niet. Hij heeft gewoon haar even terecht gewezen. Hij heeft helemaal niks tegen mij gezegd. Ik had zelf wel in de gaten dat die vrouw die spoort niet. Nou, die therapeut, die relatietherapeut van mij... had precies dat tegen de moeder van mijn kind moeten doen. Zodat ik dan punt 1 geweten had dat hij aan mijn kant stond. Aan de kant van de rationaliteit. Want er moet schoongemaakt worden. Er moet schoongemaakt worden in een huis waarin ik woon. Omdat ik hou van een schoongemaakt huis. Dat hoeft niet super, super schoon te zijn. Maar graag wel de basics voor elkaar. AUB. Punt 2, behalve dat ik een wens heb tot schoonmaken, verblijft er in die woning ook een meisje van een jaar of 5, 6. En dat hoort op te groeien in een schone omgeving. Is dat nou? Snap je? En als dan de relatietherapeut niet aan je kant staat en met die vrouw meedoet, ja... Ja, dan werden mij dus dingen duidelijk. Ja, dit was dus een leerzame ochtend voor mij. Want nu, zo'n vrouw die uit de plaat ging over zijn kussentje wat op de verkeerde plek lag, dat deed me helemaal niks. Dus echt helemaal niks. Het klopt. Ik had erom... kunnen denken, ik had erom mogen denken. En in die zin had ik erom moeten denken. En ik had meer aan mijn kop en het is mijn eerste dag. Ik maakte me zorgen of ik de hele lijst wel af kon werken en dat binnen de opgegeven tijd. Want die dinsdag had ik er 4 uur de tijd voor en uiteindelijk stond ik pas na 4,5 uur stond ik buiten. En dan was ik ook nog vergeten om de kliko leeg te gooien in de grote container. Dat was ik dus vergeten. Ja. Ja, dan zijn ze van die dingetjes. Dus dan hoor je niet zo uit je platen gaan. En ik kon dat zo lekker van me af laten glijden... En
En die therapeut die kwam binnen en die was ook niet boos op die vrouw, maar in het kader van het feit, of therapeut begeleidigen, in het kader van het feit dat hij moet daar orde en regelmaat en rechtmatigheid en zo en rechtvaardigheid en alles handhaven. Dus hij pikt gewoon bepaalde gedragingen niet. En in dit geval was het dus dat geblaf van haar. Dat hij zei, nee, zo gaan we hier niet met mensen om. En ga je eens even lekker in je koude stoel zitten. En op een hele vriendelijke manier, hoor. Dus, die man, die, ja, gouden kerel. Zo'n... Die aanwezigheid van die begeleider. Hij sprak in duidelijke zinnen. Hij keek je recht in je ogen. En hij was net zoals die jongen die hier... Want ik zat altijd te denken van... Jij doet mij niemand denken. Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? En het is een, dat is ook een donkere jongen. En die werkte toen hier in de supermarkt. Waar ik mijn bier haalde. Komt er tegenwoordig niet zoveel meer. Ik loop nu wat verder, want bij de Albert Heijn is alles net iets goedkoper. Nou, dubbeltjes werk, maar dan toch. Maar toen kwam ik er nog en haalde ik mijn bier. Zo'n hele aardige jongen. Ook een grapje maken af en toe. Hele fijne vent. En precies zo was deze jongen. Dat is eenzelfde soort uitstraling, ik weet niet of ik dat moet zeggen. Het accent lijkt zelfs een beetje... stadsaccent. En een iets vaag Rotterdams of zo. Haags kan ook. Maar een urban accent. Niet Amsterdams, dat weet ik zeker. En die jongen, die jongen van vandaag dan, hè? Zo attent. Zo, van alles zien en papapapap. Ja, heel goed. Ik heb daar respect voor, hoor. Voor die mensen die... Kijk, deze mensen... die worden nooit... Het wordt nooit zo dat ze een leven afsluiten en kunnen zeggen, dat wij kunnen zeggen, goh, ze hebben wat opgeleverd. De vraag is, wat levert een leven op? Maar, als je dan kijkt naar consumptie en productie, in euro's uitgedrukt. Ja, wat ze consumeren in euro's, dat is behoorlijk. Er wonen daar 12 man met 2 man begeleiding. En ik heb ook nog 2 andere mensen voorbij zien komen die ook weer wat deden voor die lui. Ja, en ik dus. Ja, dan zijn er wel eventjes een aantal mensen aan de slag om die 12 man de dag door te helpen. Dat kost nogal wat, hè? En een deel daarvan, dat ving ik dus op, dat zei, ja, die gaan dan naar hun werk. Nou, dat zal dan zoiets zijn als wasknijpers vouwen of zo. Dat kan niet ingewikkeld zijn. Dat zal niet zijn dat ze routers moeten configureren voor het internet. Maar... Of smartphones repareren met een gebroken scherm. Zo, hè? Ik weet niet wat ze dan moeten doen. Maar ze brengen niet... Ze brengen niet genoeg op. Economisch gesproken. En ik vind dat je die mensen, en dat gold helemaal natuurlijk voor die groep van dinsdag, die niet eens kan lopen en ook niet kan praten. Dus als je daar zo'n kussentjesfout maakt, dat hebben ze niet eens in de gaten. Dat neemt echt niks waar. Ik had mijn dochter gisteren aan de lijn en die werkt ook in vergelijkbare dinges. En die zei dus van ja... Die mensen die dat hele lage niveau, hè, waar ik dinsdag was. Die mensen hebben zo weinig zintuigelijke waarneming. Dat hun wil, hun aanwezigheid.
Dat is van prikkels verstoken. Dat heeft helemaal geen prikkels. En dan wekken ze die eigen prikkels op door te gaan krijsen. Want dan horen ze tenminste wat. Je zou kunnen zeggen dat het uit verveling is. Je zou ook kunnen zeggen dat net als een vleermuis, die kan niet weten waar die is, tenzij die een hele hoge pieptoon, die produceert die zelf, hè? En dan kaatst die pieptoon, die kaatst dan terug van de omgeving. En dan kan die dus met zijn oren, hele grote oren heeft een vleermuis om die reden. En kan die horen waar die niet tegenaan moet. Dus zij kan horen hoe de wereld eruit ziet. Zo'n vleermuis heeft een heel beperkt zintuigniveau dinges gebeuren. En door te krijsen weet hij hoe de wereld in elkaar zit. En wij horen dat gekrijs niet, want het is veel te hoog. En zo krijsen die mensen dan om ja, een soort van ja, met een ja, om in elk geval die prikkels te krijgen. Zei mijn dochter gisteren. Ik dacht, ja, dat is een. Want als je die mensen zo krijsen, dan ga je denken van, dat ze misschien pijn hebben of zo. Of dat ze in triest zijn of ja. Maar daar is dus een andere verklaring voor. Nou, je weet natuurlijk niet precies wat er aan de hand is met die mensen. Hoe ze het zelf zullen ervaren, want ze kunnen helemaal niet spreken. Ze kunnen ook, ja, waarschijnlijk helemaal geen taal absorberen. De communicatie met hun gaat. Ze praten allemaal normaal tegen die mensen. Gewoon in volle zinnen. Hè? Vol zinnen. Nee, volle zinnen. Wat zeg ik nou? In vol zinnen. En niet met allemaal verkleinwoordjes. En ze behandelen die mensen niet alsof ze debiel zijn. Ze behandelen ze alsof ze volwassen normaal zijn. Maar dat zijn ze niet. Ik kan me niet voorstellen. Vond het wel apart hoor. Ja, en die leveren dus helemaal geen biet op. En ja, je hebt als maatschappij. Ja, je hebt geen keuze. Je dient, je moet die mensen een menswaardig bestaan bieden, geven. Dan moet je forceren, zelfs bij die mensen die niet kunnen lopen. Ja, je zal ze moeten dwingen, zelf kunnen ze helemaal niks. Je zal ze mee moeten sleuren, als het ware, naar activiteiten, dingen doen. Zo. Want uit zichzelf doen ze helemaal niks. Dus je moet ze stimuleren met allerlei prikkels. En dat kost dan maar een patiënten. Maar je moet dat doen. Want doe je dat niet, dan is dat jouw bewijs als samenleving dat jij als samenleving, dat de samenleving, en de samenleving, dat zijn toch de mensen die het constitueren, dat die samenleving niet deugt. De kwaliteit van de samenleving, die laat zich onder andere meten aan de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Zo, dit zeg ik even mooi. De kwaliteit van de gehandicaptenzorg is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de samenleving. En er moet geld zijn om die medewerkers te betalen, want salaris is natuurlijk de grootste kostenpost. En die mensen verdienen geen €50.000 in de maand of zo, BM-maat. Oh, ik denk dat ik als programmeur in de tijd dat ik lekker draaide, dan verdiende ik heel wat meer in de maand. Dat zullen die mensen niet hebben. Die moeten het met een stuk minder doen, maar dan nog alles bij elkaar een hoop kosten hoor. En dat vind ik. Ja, ik ben er trots op dat wij in Nederland zo
voor onze gehandicapte zorgen. Deze mensen hebben daadwerkelijk intensieve begeleiding nodig. Je kan ze niet aan hun lot overlaten. Je kan het ook niet overlaten aan de ouders. Want nou, het is jullie kind en wie het krijgt mag het houden. Dat kan niet. Dat kan je ouders niet aandoen. Dus niet zozeer dat je uit medelijden met die ouders die kinderen uit huis moet nemen, maar gewoon, dit is zo'n intensieve zorg. Dat is een dagtaak. Ja, daar komt het op neer. Het is een dagtaak. Nou, en als ouder, als mens, kan je natuurlijk dag in dag uit zorgen voor je kind. Maar de bedoeling is dat het kind na zoveel jaren, dat het zelf de veters kan strikken. En even later kan het, dat je kind zelf kan tanden poetsen. En dat het zelf onder de douche kan. En dat het zelf naar school kan lopen. En dat zelf. En dat het dus zelfstandig is. Eigenlijk alle zelfstandige operaties kan uitvoeren als het 14 jaar oud is. En dat blijft de streefdatum. Vind ik al. Als ouder ervoor moet zorgen dat, dat een kind met het 14e af is, klaar is. Kinderen van 14 jaar, die mogen de eigen beslissingen nemen. Dan moet je als ouder terug kunnen trekken. En je kind laten opdragen voor de consequenties van de eigen beslissingen. Zo volwassen moeten de beslissingen zijn. Zo volwassen moet het denkniveau zijn van je kind als het 14 is. Nou, dat is 2 keer 7 jaar. Dus ik krijg het getal niet zo maar uit de lucht. Hè. Kinderen van 7, dat is de leeftijd waarin ze tanden gaan wisselen. Dat is tevens de leeftijd waarin ze een gevoel krijgen voor rekenkunde. Dus dan kunnen ze begrijpen dat 3 keer 4 dat hetzelfde is als 4 keer 3. Ja, 2 keer 5 is hetzelfde als 5 keer 2. Dus ja, het scheelt trouwens. Maar 5 gedeeld door 2 is iets anders dan 2 gedeeld door 5. Dus je mag niet zomaar cijfers omwisselen. Van, rekenen is makkelijk als je 3 keer 4, dat is hetzelfde als 4 keer 3. En 3 plus 4, hetzelfde als 4 plus 3. Ja, dat werkt alleen maar bij optellen en vermenigvuldigen. Maar niet bij aftrekken en delen. Nee. Er zijn ook nog meer dingen waarbij het dus niet werkt. Dit werkt niet altijd. Maar dat soort dingen krijgen kinderen in de regel pas gevoel voor als ze tanden gaan wisselen. Dat is bij het 7e jaar. Nou, en met het kinderen dan kunnen rekenen, dan kan ook dat begrip gaan ontwikkelen. En dat noemen wij rekening houden. Rekening houden, dat doe je met je omgeving. Om een goed voorbeeld te noemen met rekening houden. Ik dwaal niet af, dit is heel concreet, hè. Rekening houden. Ik ben hier die woning aan het opruimen. Dus ik ben een paar maanden geleden gestopt met het belachelijke drinken en wiet roken. En elke dag stoont en dronken. Elke dag stronken heet dat. Stoont en dronken. Stronken. Elke dag stronken zijn. En dat was dus in één keer afgelopen. Je kan niet alleen maar stoppen, je moet ook met iets gaan beginnen. Want als je niet met iets gaat beginnen en alleen maar stopt, dan ben je binnen no time weer in het oude patroon. Dus ik moest een nieuwe ding, en dat was dan natuurlijk mijn woning opruimen. Want zoals ik net heb gezegd, ik hou eigenlijk van een schone woning. Hè? En niet van zijn puinhoop. Dus ik was mijn woning aan het schoonmaken en ik kwam uiteindelijk dan in het schuurtje terecht. Een box heb ik hier beneden. Die is wel helemaal vol met zumpzooi. 9 jaar herinneringen van vroeger. En er stonden dingen in die ik daar 9 jaar geleden in heb gezet. Van nou, laat ik ze hiermee even neerzetten. En daar heb ik 9 jaar lang niks mee gedaan. Nou, als ik ergens 9 jaar lang niks meer heb gedaan, dan vind ik het tijd dat het bewegen gaat gaan. Dus ik had Wim gebeld. Wim Kruidentuin, lift een busje.
Want de gemeente die komt het wel halen, maar dat kost 30 euro. Ha, 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 ha. Nou, weer met het busje en een hoop troep, jongen. Alles in het busje en dan naar het opslagstation, of nee, het vuilverwerkingsdingensstation. Werken hele aardige mensen. En Wim is daar kind aan huis, want die doet dus tuinen. Dan heeft hij allemaal van het tuinafval. Dat moet ook daar naartoe. Dus ik ken hem daar. Hey, heb je wel mijn tuinafval? Nee, zei Wim, deze keer heb ik... wat hebben we allemaal? Nou, we hadden echt van alle categorieën. We hadden steen, we hadden hout, we hadden elektronica. Wat hebben we nog meer? Oh ja, maar textiel hadden we ook nog. Nou, en toen vroeg ik aan Wim na afloop van, wat krijg je van me? Ja, ik bedoel, Wim kwam naar mij toe met dat busje en ja, dat is niet gratis natuurlijk. En ik vraag Wim natuurlijk, hè. Wim, het kost hem ook al met al 2 uur of zo. Dat is Wim, laat me zitten. Want jij hebt dat en dat laatst voor mij gedaan. Oh, ja. Nou ja, aardig van je of zo. Wim nog bedankt. Nou, zei hij geen dank. Graag gedaan. Kijk, dat is rekening houden met elkaar. Snap je? Wim kan ook heel goed rekenen. Je kan perfect rekenen. Hoofdrekenen dus. Hè? Letterlijk rekenen. En Wim kan op die manier ook heel goed rekening houden. Met die Clio, dat is ook uitermate simpel. Wim weet het nog precies ongeveer namelijk. Hij zei, ja, want ja, toen met die Megane. We hebben ook een Renault Megane een tijdje gereden met z'n tweeën. En toen die keer in bij de Ardennen, toen was de startmotor kapot. En toen heb jij een nieuwe startmotor gekocht en er was zoveel. En blablabla. Dus dan komt Wim met de afrekening en die doet hij als het ware uit zijn hoofd. Ja, als jij nog 100 euro in de kast stopt, dan staat we allemaal weer kiet. Zo. En dat doe ik dan netjes. Wim besodemietert de boel namelijk niet. En Wim kan dus rekenen en rekening houden. En dat begint vanaf 7e jaar. Nou, met het 14e jaar moet dat klaar zijn. En dan heb je een volwassen mens. Een volwassen mens die rekening houdt met een ander. En die omgaat met mensen die rekening houden met hem of haar. Kortom, met iemand die zelfstandig door het leven kan. Ja, lang hè. Maar dat gaat dus dan even over dat die ouders dus... Die 14 jaar, dan heb je die intensieve zorg voor je kind. En dan is het genoeg. Dan moet je klaar zijn. En deze mensen, die intensieve zorg, ja, die blijft tot aan het graf. Ja, maar dat kan niet. Dat kunnen ouders niet opbrengen. Want die ouders, die worden zelf ook een dagje ouder. Dus ja, die ouders, mag je toch hopen, die gaan eerder aan de andere kant van de graszoden liggen dan die kinderen. Ja, en, ja, snap je? Dus dat kan niet anders. Die gehandicapte, zwaar invalide kinderen, moeten opgevangen worden. En dat moet goed gebeuren. Dat moet kwaliteit hebben. Dat moet humaniteit uitstralen. En dan kost het maar een patiënten. Die ogenschijnlijk niks opleveren. In mijn ogen leveren ze wel wat op. Namelijk respect. En wij kunnen als Nederlander met een opgeheven hoofd naar de rest van de wereld kijken. En dan zeggen van kijk, zo gaan wij om met onze gehandicapten. Ja, doe ons maar na. Ja, zo verdienen wij respect. Of ze dat ons geven, dat weet ik niet. Maar, hè? Ik denk niet dat je... Ik zie hier mensen bijvoorbeeld uit Turkije en Marokko. En die zijn dan wat ouder. En die hebben zo'n elektrisch karretje. Dus dan zie je mensen die komen uit zuidelijke gebieden.
En die zijn dan slechte been geworden in Nederland en krijgen dan een elektrisch karretje. Die karretjes zijn niet goedkoop. Als je die zelf moet kopen, dat kan je waarschijnlijk niet betalen. Dan kunnen die mensen ook niet zelf betalen. Die krijgen zo'n karretje van de gezondheidszorginstantie dinges. Nou, dan geef ik jou de opdracht om te verhuizen naar Istanbul. En daar osteoporose te krijgen of whatever. En kijken of je daar ook een elektrisch karretje krijgt. Van de Turkse overheid. Ik denk het niet. Hoe denk jij? Denk jij dat Nederlandse bejaarden die in Turkije hun oude dag doorbrengen en dan slechte been worden en verder geen geld hebben en dat die dan van de Turkse overheid ook zo'n elektrisch karretje krijgen? Zodat ze in Izmir nog steeds zelfstandig naar de supermarkt kunnen? Denk jij dat? Maar ik denk van niet. En dat maakt mij trots op Nederland. Het levert geen donder op. Ik bedoel, ja, we zitten die Turkse mensen te helpen, die Marokkaanse mensen te helpen. Iedereen die maar een probleem heeft in Nederland, die wordt geholpen. En ik ben daar trots op. Ik ben heel sceptisch op zoiets als socialisme. En wat je natuurlijk nu ziet in Nederland, dat dit allemaal gebeurt vanuit die grote fondsenpotten die, ja, via dwangmaatregelen worden aangevuld met belastingen en zo. En daar zou ik graag wat in veranderd willen zien. Maar dat hoeft niet van vandaag op morgen. Zeker niet als je het hebt over dit soort zorg. Ik zou het beter vinden dat dit soort zorg bekostigd wordt door de mensen zelf. Ja. Dan zouden wij nog trotser kunnen zijn op de Nederlandse samenleving als wij dan kunnen zeggen van ja, en bij ons worden de gehandicapten met deze kwaliteit verzorgd en daar komt geen overheid aan te pas. Daar hebben wij geen overheid voor nodig. Zo zorgen wij vanuit onze Nederlandse mentaliteit voor onze gehandicapten. Ja. Dan kunnen we nog trotser zijn. En ik ben er trots op dat ik vandaag heb schoongemaakt. Het was er helemaal niet zo vies. Ik bedoel, ik heb de kleine koelkast, zo heet dat ding. Best een grote koelkast. Een stuk groter dan mijn koelkast. Ja, daar heb ik alles uitgehaald en ik heb die plankjes afgenomen. Maar die koelkast was niet echt vies, moet ik zeggen. Maar ja, het is de eerste werkdag. Ik denk, kom op, doe maar even. En zo heb ik ook wastafels schoongemaakt. Maar die waren eigenlijk wel schoon. Maar er was een of andere twee van die cupholders of zo. Dan kan je zo bij tandenpoetsen kan je daar een bekertje in zetten. Zo. Dan blijven ze hangen. Ja, twee ervan die waren vies. Die waren vies. En ook andere plankjes zo in zo'n natte cel. En er stonden dan shampoo en alles stond erop. En ik keek dus naar ze, die hadden allemaal stof. Ja, nou, ik heb al die shampoo dingen eraf en die dingen even schoongemaakt. De toiletten waren eigenlijk ook zo goed als schoon. Ze maak je dan wel schoon, maar. Ja. Maar dan toch aan het einde van de dag, dan giet je je water door de gootsteen. Het is dan zo'n witte werkgootsteen. Je kent die dingen wel. Die zijn dan vrij laag. En dan giet je zo makkelijk. Zo'n grote bak. Een rechthoekige bak. Giet je al het water erin. En dan kan je goed zien dat het water echt vuil is. Dat is bruin. Dan denk je, ja. En je kan het aan de ruimte niet echt zien dat er iemand heeft schoongemaakt. Maar nou, sommige dingen wel. Maar aan het vuile water kan je het wel zien. En ik had dus overal de prullenmanden dingen geleegd. En dan toch eventjes ettelijke vuilniszakjes met troep en meuk. Ook stinkende meuk hoor. Ik weet niet wat ze erin geflikkerd hadden. Maar iets van luiers of zo. Het stonk echt naar pis.
denk, nou, mooi zo, hè? Die stinkende meuk. Dan gooi ik hem even weg. Dan heb ik toch, en dan ben ik trots op mezelf, heb ik een bijdrage geleverd. Want iemand moet dat ook doen, hoor. Het is een beetje al te veel gevraagd dat die begeleiders dat zelf gaan doen. Laat dat maar iemand doen zonder diploma's. Namelijk ik. Nou, ik heb wel een diploma, maar dat, niet voor die bedrijfstak. Maar schoonmaken, dat mag ik dan gelukkig wel. En gelukkig, ja, gelukkig ben ik. Ik heb 2 heerlijke werkdagen gehad. En genoten is dan een beetje overdreven gesteld. Ja, het is niet heel enerverend, maar het was verre van vervelend. Zo. En de tijd, die vloog voorbij. Ik weet niet of dat, ik moest om 7:30 beginnen en dan doorwerken tot 12:00. En om 11:45 dacht ik van, oh, is het al 11:45? En gelukkig hoefde ik nog maar een paar dingetjes te doen. Ik denk, oh, dat red ik wel. Nou, toen was ik ook precies om 12:00 klaar. Nou, je bent de godganse tijd bezig, dus dan... Nou, je verveelt je dus absoluut niet. En af en toe en tussendoor die ontzettende boze uitval van die mevrouw over de kussentjes. Dat was toch wel weer leuk. En dan een beetje grapjes maken met die begeleiders. Dat is ook alweer leuk. En een paar keer naar buiten gelopen om de... Even zo die wisser, om die even al het stof eraf te kloppen. En dan kijk je even naar die kippen. Tak, tak. Dat is ook wel weer leuk. Nee, mooie werkplek. Zo. Lekker rustig. Er gaat geen telefoon, geen toestanden. Geen, nou, de potverdorie is altijd hetzelfde. Je kent allemaal dat zakenleven, man. Nee, het leven dat is daar goed. Het is goed en wel overwogen. Er gebeuren geen gekke dingen. En er is zo'n liedje van de Talking Heads en het heet Heaven. Het nummer heet Heaven. En een hemel. En dan zingt David Byrne: Heaven is a place where nothing ever happens. De hemel is die plek waar nooit wat gebeurt. Er zit een hele goede... ik vind dat een goede zin. Zal mij altijd bijblijven. Volgens mij die tweede... Het tweede album van hun. Waar het op staat. Heaven. Heaven is a place. A place where nothing... Nothing ever happens. Oh, ik word er helemaal melancholisch van. Maar zo is het daar dan, hè? Er gebeurt helemaal niks. Vandaar ook dat die vrouw zo van... Ja, er is een nieuwe jongen. Er is een nieuwe jongen. Er is een nieuwe jongen. Ja, er is een nieuwe jongen. Dat is een nieuwe... En ze dacht dat het de nieuwe begeleider was of zo. Ja, dat is de nieuwe begeleider. Dat is de nieuwe begeleider. Nee. Ik hoop dat ik dan nog... Ik moet even op een rooster kijken of ik daar weer een keer terugkom. Ik vond deze echt wel leuk. Ik vond die andere ook leuk, hoor. Dan wil ik ook weer graag terug. Want ik weet nou zo'n beetje wat er moet gebeuren. En ik weet nou ongeveer wie is en wie welke kamer heeft. Ik weet nu waar de robotstofzuiger staat en nou, dat soort dingen. Wel zo handig. Gelukkige Perry. Trotse Perry. En jullie mogen ook trots zijn om Nederlander te zijn en te verblijven in een land waar zo goed gezorgd wordt voor de mensen waarvoor dat echt, echt moet. Dank jullie wel. Dus met een opgeheven hoofd zeg ik tjus. En dag lieverds.